Allemaal, daar ben ik weer. Met ik ben het Ritske. En ik heb nog even een leuke Q&A voor jullie. Ik had nog even een vorige video voor jullie. Vorige video gemaakt vanmorgen. Wat er, om te vertellen wat er aan de hand was. Maar ik heb nog een Q&A voor jullie. Te goed voor een Q&A of vraag en antwoord. En de allereerste vraag die kwam voor Robin. Dat is mijn kameraad. En hij heeft ook een voetbalkanaal. En hij vraagt mij. Hoe ben je begonnen? Nou, dat vind ik op zich wel een leuke vraag. Want ik had, hoe ik ben begonnen? Nou, ik had hier mijn gitaar even te staan, zo. En, nou, ik ben dus zo begonnen, eigenlijk gewoon zo. Ik had deze even weggehaald. Ik ben ook zo begonnen, zo. En dan had ik, ik ben met mijn gitaarfilmpje begonnen. En ik zal even een filmpje laten zien, zo. Maar ik ben dus eigenlijk zo begonnen. Ik had mijn gitaar in de hand. Ik zat daar bij de computer. En dan had ik een webcam. En toen heb ik mezelf gefilmd. En dat is niet zo nu zo op deze manier, maar dat was met mijn webcam. En dan had ik dit volgende liedje gespeeld. En ik laat zo even een filmpje zien. Maar ik laat even horen hoe het filmpje gaat, zeg maar. Of hoe het liedje gaat. En dat is gewoon dit. Dit was ik aan het spelen. Zoiets was ik aan het spelen, voor mij was het niet heel perfect. Maar ik zal even dat filmpje wel even kort even laten zien. En ik ga zeggen, daar komt ie. Maar goed, ik ga even door naar de volgende vraag. Ik geef het zo meteen wel uit hoor. En er was iemand die vroeg van hoe oud ik was. Nou ja, dat vertel ik later nog wel een keer. En anders kun je het wel zien bij over voor mij. En er was iemand die vroeg hoe hoog mijn IQ is. Nou, maar ik moet zeggen, mijn IQ, dat is van mij hoe slim je bent. Nou, ik heb er al een keer een test op gemeten. Maar de echte uitslag van mijn IQ, dat weet ik eigenlijk ook niet eens meer. Maar ik moet zeggen, niet echt heel slim, ook niet echt heel dom. Dus gewoon maar een beetje ertussenin of zo wat. Wat is mijn lievelingseten? Vroeg ook iemand aan mij. Ik vind zelf kip met rijst. En dan kip curry, rijst en dan door elkaar, dat vind ik nog wel erg lekker. En wat wil ik bereiken met YouTube? Heeft ook iemand gevraagd. En wat ik wil bereiken met YouTube, ik hoop nog de 100 te halen. En ik hoop dat ik hiermee door mag gaan, want ik had er nog een video over. Ik zou zeggen, wil je die nog even zien, klik dan nog even boven me of in de beschrijving. Maar wat ik nu wil bereiken, ik hoop nog zoveel mogelijk, zo vaak mogelijk filmpjes te maken. En ik hoop de 100 abonnees te halen. Dus dat hoop ik. Er was nog iemand vroeger die als ik verdiende met mijn YouTube carrière en zo, met gitaar 25. Ik moet zeggen, nee, ik verdien er eigenlijk niet mee. Nog niet tenminste. En zou ik ermee verdienen, dan zou ik niet heel veel geld opleveren, zeg maar, dan zou het misschien een paar cent zijn. Dus eigenlijk, stel, als zou ik verdienen, dan verdien ik niet echt heel veel. Dan verdien ik gewoon misschien 25 cent, een euro, weet ik het allemaal. Sorry, weet ik het allemaal, ik heb een beetje veel te zacht gepraat, maar goed. Nou, dat waren eigenlijk alle vragen nog, gewoon deze, van deze dag. Maar wacht even. Nou, dat was gewoon even alle vragen zowat. Ik heb eigenlijk geen vragen meer. Ik zou zeggen, ik laat nog even een stukje video zien. Of die heb je misschien ook wel gezien van de allereerste video. En anders mag je mezelf wel opzoeken, want ik zet wel een link in de beschrijving. Ik zou zeggen, vond je het een leuke Q&A? Moet ik het vaker doen? Zet dat ook in de beschrijving. En ik zou zeggen, geef dan even een blauw duimpje omhoog. Kijk nog even een vorige video van wat er nou precies aan de hand is en weet ik het allemaal. Ik zou zeggen, abonneer nog even op mijn kanaal, want dan kan ik misschien de 100 abonnees halen. En ik zie jullie misschien later wel weer in een volgende video. Maar in ieder geval, ik zeg nog even, dag, doei!